Breda Nu. Je weet het meteen. Op de hoek van de Stationslaan en de Belkrumweg in Breda is de bouw van het nieuwe gerechtsgebouw officieel van start gegaan. Het meer dan 60 meter hoge pand zal volgens planning in 2018 klaar zijn en als blikvanger dienen van het nieuw ontwikkelde stationsgebied. Naast het gerechtsgebouw zal ook het Openbaar Ministerie en de Raad voor Kinderbescherming zich in dit nieuwe pand vestigen. In het huidige gebouw is het wachtgebied. Als je daar binnenkomt, dan ga je de deur door en dan ben je eigenlijk ook binnen. En dan weet je niet meer waar je precies bent in de stad. Je hebt weinig zicht op de stad om je heen. En in dat nieuwe gebouw hebben we eigenlijk geprobeerd om dat wachtgebied helemaal rondom te maken, rondom het gebouw, met grote vensters. Dat als je daar zit te wachten, dat je of uitzicht hebt op de markt, op de rivier, of op het spoor, of op het coulissenlandschap, of op de Stationslaan. Mensen weten altijd waar ze zijn en als mensen zich kunnen oriënteren, dan worden ze ook rustiger en wat minder geïmponeerd door de architectuur. De zittingzalen, de rechtszalen, dat is bedoeld ook als soort vriendelijke ruimtes. Bedoeld eerder als plekken waar mensen worden ontvangen dan voorgeleid. Dus plekken waar mensen zich op hun gemak voelen. Ruimtes met hout, bekleed, heel veel daglicht, gordijnen, een hele vriendelijke uitstraling. De kantoren, dat zijn plekken, royale plekken, waar iedereen die in het kantoor werkt altijd een plek aan het raam heeft. Daarom is het ook een toren geworden. Zorgt ervoor dat je heel veel raampjes krijgt, ramen, plekken, bureaus aan het raam. Iedereen heeft heel veel daglicht en altijd uitzicht over de stad en een perfecte plek om te werken. Ook door de nieuwe bewoners van het gerechtsgebouw wordt op voorhand positief vooruitgekeken. Rechtspraak is voor heel veel mensen heel belangrijk. En het is ook belangrijk dat mensen rechtspraak kunnen meemaken. Als de rechtbank dicht bij het station is, wat een knooppunt is tegenwoordig, waar zoveel mensen langskomen en vandaan komen, is het heel fijn dat het gerechtsgebouw daar dichtbij mag zijn. Het huidige gerechtsgebouw is echt verouderd. En in deze tijd gaan rechters over van het werken met dossiers naar het werken in digitale omgeving. En het gebouw wat wij nu hebben is daar niet voldoende voor geschikt. Dus wij zijn heel blij dat we in een modern nieuw gebouw mogen gaan werken. En op die manier vooral ook mensen kunnen laten zien hoe het recht bedreven wordt. En dat mensen daar ook naartoe kunnen om te kijken. Want het zal een gebouw zijn met veel glas, veel openheid en transparant. Het huidige pand van de rechtbank aan de Fellenoordstraat zal tot en met 2018 dienst blijven doen. Wat er daarna met het pand gebeurt, is vooralsnog niet bekend, maar zeer waarschijnlijk zal het geen sloop worden, maar zullen nieuwe bewoners het pand gaan betrekken.